we zijn hier weer aanwezig bij Ludo Colaltro voor ons tweede interviewtje van de reeks Bekende Perenaren. En vanavond is Annelien Leenaert. Annelien. Goedenavond. Zeg, het is een beetje een uitzondering, denk ik, dat we jou hebben kunnen strikken voor dit interview. Hè? Want je hebt het toch ontzettend druk, hè? Inderdaad, het is heel druk. Daarbij woon ik ook niet meer in Peer, maar ik kom altijd wel heel graag terug. Dus thuis blijft thuis. Dus ik kom regelmatig terug voor concerten, maar eigenlijk is mijn thuisbasis Wenen ondertussen. Ja, inderdaad. Ja. Je bent naar daar moeten verhuizen eigenlijk omwille van de carrière die je uitbouwt en nog aan het uitbouwen bent natuurlijk. Want je bent een heel bekende harpiste, dat mag ik toch wel zeggen. Hè? Goh, ja, ik sta daar eigenlijk weinig bij stil. Ik heb altijd gewoon mijn best gedaan en van het ene is het andere gekomen. En dan komen die dingen daarbij kijken, maar ik sta daar eigenlijk weinig bij stil. Maar, ja. Ja, want je bent van Peer. Je bent zelfs naar Agnetendal geweest. Heb je je middelbaar inderdaad afgerond. En hoe is het dan allemaal verder gegaan? Wel, dat is eigenlijk interessant. Je zegt Agnetendal, want ik heb daar natuurlijk mijn maniora afgelegd. Maar ik was zodanig vanaf mijn 16e al met harp bezig dat ik heel veel onderweg was voor masterclasses, voor wedstrijden in het buitenland. Dat ik eigenlijk heel veel lessen moest missen, dus steeds meer. En ik heb dan in samenspraak met de directeur van toen mijn laatste graad voor de middenjury in Brussel afgelegd. Mm-hmm. Maar omdat ik zodanig graag naar school ging en toch de pauzes met mijn vriendinnen niet wou missen, heb ik mijn studie eigenlijk alleen in een lokaaltje op de school mogen doen. Dus dat ik toch de speeltijden mocht meemaken. En dat heeft mij dus wel mogelijk gemaakt dat ik kon blijven reizen en toch een beetje aan de school. Ja. Zoals een heel speciale situatie. Oké, dat zal wel. Nu, voor topsporters wordt die uitzondering ook soms gemaakt. Hè? Dus voor jou dan ook. Nu, je bent dan 18, je studeert af in Peer. En hoe is het dan verder verlopen voor jou? Ik volgde eigenlijk al jaren les in Parijs. En voor mij was het ofwel Parijs ofwel Praag voor de verdere studies, omwille van de leraar. En het toeval wilde dat toen die Praagse lerares naar Brussel kwam. Dus ik ben eigenlijk in België blijven studeren aan het conservatorium. En dan verder parallel nog in Parijs. Dus ik ben een beetje de Franse school blijven volgen. Ja, en van daaruit ben je dan uiteindelijk in Wenen terechtgekomen? Of is die stap ineens te groot? Eigenlijk kun je het wel zo zeggen. ik heb veel wedstrijden gedaan. En van één wedstrijd in München ben ik in een orkest in München beland, die mij dan eigenlijk attent hebben gemaakt op de auditie die er in Wenen was. Mm-hmm. Want ik was daar eerlijk gezegd heel weinig mee bezig met orkest. Ik speelde zodanig veel solo. Mm-hmm. Dus ik had geen weet van die auditie. Ik ben eigenlijk altijd redelijk natuurlijk van het een en het ander gerold zonder echt doelen voorop te stellen. Dus dat ik niet wist van de auditie was ook weer zoiets. Dus ik heb heel veel geluk gehad en de auditie meegedaan en dan plots sta je daar en denkt van oei, nu moet ik naar Wenen verhuizen. Ja, dus, want je bent nog vrij jong, hè? Je bent, toen was ik 23. Ja. Kijk eens, en om dan al eigenlijk zo'n grote stap te zetten en om al zo'n goede muzikante te zijn, dat is toch niet heel evident, denk ik? Nee, vooral naar een ander land verhuizen is niet evident in die zin dat alles nieuw was. Ik sprak de taal niet, het werk was nieuw, mijn vrienden en familie bleven achter in België, dus het was niet alleen het werk opbouwen en nu iedere dag opnieuw bewijzen, maar ook het volledige sociale veld om mij was nieuw. Dus ik heb echt alles moeten opnieuw opbouwen. Maar daardoor leert je jezelf wel heel goed kennen, wordt sterker, leert je zwaktes kennen. Dus is een enorme leerschool op elk vlak geweest. Ja. En hoe moet ik mij dat dan voorstellen alleen? Reis jij helemaal naar Ginder alleen? Of zijn er dan toch wel mensen die uit jouw entourage die meegaan in het begin of zo? Of ben je echt helemaal moederziel alleen naar Wenen verhuisd? Goh, ik heb natuurlijk geweldige ouders die mij van in het begin altijd gesteund hebben. Dus zij zijn natuurlijk meegekomen toen ik effectief verhuisd ben met een mooi gevulde bestelwagen vanuit Peer naar Wenen. Maar uiteindelijk moet je het dan toch zelf doen. Dus die hele weg afleggen door het proefjaar geraken en zo verder. Maar ik wist dat die steun van thuis is er, maar uiteindelijk sta je er toch alleen voor. Ja, ik wil eens eventjes teruggaan naar jouw jeugd. Want het is allemaal begonnen met de harp natuurlijk. Hè? Mm-hmm. Hoe was dat een instrument eigenlijk dat je al lang voor ogen had als kind? Was dat een ideaal instrument voor jou? Nee, absoluut niet. Nee? ik ben eigenlijk met piano begonnen, zoals mijn broer en zus thuis ook. En dan
Eigenlijk is het hier allemaal in Peer begonnen met Willy Frans. Ik denk dat veel die naam heel goed kennen. De drijfveer achter heel veel professionele muzikanten hier in Peer. En ik wou eigenlijk het liefst van al klarinet of hobo gaan spelen om met een klein koffertje naar de harmonie te fietsen en ook bij een groep te horen. Maar nu was het dan Willy die zei van nee, we hebben een harp nodig en ik vind dat dat iets voor u is. En ik had die harp nooit gezien of gehoord. Ik wist alleen, ik ga daar eelt van krijgen. En als jong meisje... Is dat niet het meest ideale? Nee. Maar ik ben er toch in meegegaan. Ik hou nu heel erg van de harp. Maar het was niet zozeer het instrument op zich voor mij, maar eerder de muziek. Mm-hmm. Dus ik wou gewoon muziek maken. Dus eender welk instrument was eigenlijk ja, mooi geweest. Ja, het is natuurlijk ook een heel mooi instrument. Ja. Hè? Maar niet al te praktisch om mee te niet nemen, te denk praktisch, ik praktisch, nee. Heeft zijn voor- en nadelen. Het is enorm onhandig natuurlijk om mee te slepen. Maar het voordeel is dat er dan vaak wel een instrument ter beschikking wordt gesteld. Net zoals bij piano, bijvoorbeeld. Is dat. Dus, maar je hebt je eigen instrument, neem ik aan. Ja. Maar je speelt dan ook vaak op een vreemde harp, als ik het goed begrijp. Ja, in het orkest bijvoorbeeld hebben we de eigen instrumenten. Dus dat zijn ook andere dan... de harpen die ik heb thuis, solo. En dan sowieso in het buitenland is het altijd aanpassen aan het instrument dat voorhanden is. Ja. Ja. Goed, je komt dan in Wenen terecht en je hebt al veel solo gespeeld, dat heb je daar straks verteld. En op een bepaald moment word je dan solo-harpiste van het Wiener Philharmoniker. Uh-huh. Dat is toch een droom die werkelijkheid wordt, denk ik dan? Ja, uiteraard. Hoe moet ik het zeggen, het was zelfs nooit mijn droom, omdat ik het niet durfde dromen om daar ooit te geraken. Maar uiteraard is dat iets wat voordien tot de verbeelding sprak. Zeker ook omdat de meeste mensen kennen natuurlijk het orkest van het Nieuwjaarsconcert. Mm-hmm. Dat is denk ik voor velen een hoogtepunt. Het is gewoon een heel andere wereld die voor mij openging. Maar uiteraard doen we zoveel andere dingen. Ik speel in de opera mee. We zijn heel erg veel op reis, op tournee. Dus ik kom nu op plekken waar ik anders misschien met de harp alleen niet was kunnen komen. En leert andere culturen kennen, mentaliteiten. En dat vormt, denk ik, iemand enorm als mens ook. Dus niet alleen als harpiste, maar gewoon als mens. Dus dat reflecteert denk ik ook op hoe ik nu speel of hoe ik nu met andere dingen omga. Dus dat is een enorme rijkdom geweest, ja. Ja, ik heb vroeger zelf piano gespeeld. Nu, dat is niet te vergelijken met jouw niveau, denk ik. Maar toch, ik weet dat ik heel veel moest oefenen vroeger. Uh-huh. Hoe gaat dat met jou? Vragen ze jou om een stuk te spelen? Heb jij daar inspraak in of niet? Hoe werkt dat precies? Om gewoon even te beginnen misschien van het werk in Wenen. Heel veel mensen weten niet dat wij dagelijks een andere opera spelen. Dus dat is een repertoireorkest. Elke dag een andere opera zonder repetitie vooraf. Dus dat wil zeggen dat ik in mijn proefjaar van september tot juni 45 operas zonder repetities meegespeeld heb. Amai. Dus dat was echt zwemmen in het diepe zonder te weten wat er eigenlijk op u afkomt. Toen ik dit interview aan het voorbereiden was, Annelien, heb ik zo eens op jouw website gekeken. Uh-huh. En ik heb gezien dat jij een ongelofelijke biografie hebt. Met heel veel gebeurtenissen al op jou, uh-huh. die voorkomen eigenlijk in jouw jonge leven. Is er zoiets wat voor jou er echt uitspringt? Want je hebt al veel prijzen gewonnen, je bent al in heel veel landen geweest. Maar is er zoiets waarvan je zegt, van dit is nu iets wat ik zelf enorm waardevol vind of enorm belangrijk vind? Goh, is heel moeilijk te zeggen natuurlijk, dat er inderdaad elke gebeurtenis was wel op een andere manier belangrijk voor mij. Maar misschien de mooiste prijs, wat op harpvlak dan, was de Lille-Lasquin-wedstrijd, mm-hmm. Die ik gewonnen heb toen ik 18 was. Dat is eigenlijk een beetje vergelijkbaar, dat zegt waarschijnlijk mensen niks, maar dat is vergelijkbaar met de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor piano of viool, mm-hmm. die dan voor harp in Frankrijk was. En dat is dan... ergens een heel mooie waardering of prijs die mij heel veel mooie dingen gegeven heeft. Ik heb een harp destijds gewonnen, ik heb een cd-opname mogen doen, concerten. Dus ja, dat was een heel mooi moment voor mij. Ja, ja. Ik heb ook gelezen dat je onlangs een contract getekend hebt bij Warner Classic. Ja. Is dat een beetje de platenmaatschappij van in de muziek of hoe moet ik mij daar iets bij voorstellen? Ja, ik denk dat het een van de...
de grootste labels is op dit moment. Zeker Warner Classics voor klassieke muziek natuurlijk. Behoort tot de Warner Group. Het is nog heel, heel fris eigenlijk. Mm-hmm. En ik moet eerlijk zeggen dat ik weer al nooit had durven dromen dat ik als harpiste zo'n platencontract zou mogen tekenen. Dus mm-hmm. ik heb ondertussen 2 cd's voor hen al gemaakt. Mm-hmm. Dus het contract is daar een gevolg van. Onwerkelijk eigenlijk. Dus ik kijk wel uit naar de volgende projecten die we gaan doen. Er is nog niet echt iets concreet gepland, maar ja, ongetwijfeld mooi. Komt eraan natuurlijk. Ja. Zeg, en zijn dat dan nummers die je zelf schrijft of componeer je niet zelf? Ook wel, maar ik heb nog niet echt eigen nummers opgenomen. We hebben wel veel transcripties, dus bewerkingen die ik heb gemaakt van bestaande werken. Dus dat doe ik wel veel, ook voor opnames. Het is ergens wel mijn droom om ook eigen werken op te nemen, maar ik ben nog niet zo ver dat ik ze echt naar de buitenwereld durf brengen. Dus we zullen zien. Ja. Want je hebt al zoveel nummers gespeeld. Ik denk dat dat dan ook toch heel moeilijk moet zijn om nog eigen werk te kunnen maken. Ik denk dat je misschien snel terugvalt op iets wat al een beetje lijkt op wat bestaat. Of zie ik dat toch fout? Goh, het is natuurlijk belangrijk als je zelf componeert dat daar een eigen stijl gecreëerd wordt, een eigen taal die zich toch onderscheidt van bestaande composities. Dus dat is natuurlijk wel belangrijk. Maar in die zin, zolang dat daar niet iets nieuws gecreëerd wordt, dan heeft dat natuurlijk geen zin om iets op te nemen. Dus het moet wel speciaal zijn. Ja. Nu, je reist de hele wereld rond in functie van jouw muziek. Je bent afkomstig uit Beer. Hoe vaak kom je nog terug naar hier? Goh, in het begin dacht ik van oei, dat gaat heel ver weg zijn. Ik ga heel lang niet meer terugkomen. Ik denk voor mijn ouders was dat ook een moeilijke stap. Maar uiteindelijk, de wereld is zo klein. Op 1,5 uur ben ik in Wenen. Dat is soms sneller dan dat ik de trein van Hasselt naar Brussel moet nemen. Ja, dus ik kom nog wel regelmatig terug. Vooral omdat ik in België ook nog regelmatig optreed. Maar ik zou soms wel gewoon eens graag thuis zijn zonder professionele verplichting. Omdat ik merk dat ik echt alleen maar thuis echt tot rust kom. Dan is die verantwoordelijkheid plots weg, plots weer dat geborgen gevoel van vroeger. Dus het is toch wel altijd heel speciaal om thuis te zijn. Ja, nu je zei het daar straks al, hè. Op je 18e heb je dan eigenlijk al een belangrijke wedstrijd gewonnen. Jouw school die verliep eigenlijk ook anders dan de schoolgaande jeugd, hun onderwijsloopbaan, zeg maar. Vind jij zelf dat je iets gemist hebt in je jeugd daardoor, door jouw professionele muziekcarrière? Het is altijd makkelijker achteraf te zeggen, had ik dit of dat anders gedaan. Maar ik denk dat de keuzes die ik gemaakt heb toen ervoor gezorgd hebben dat ik nu sta waar ik sta. Dat had ik anders niet kunnen doen. Dus uiteraard zijn er dingen die ik misschien niet heb kunnen doen, maar ik weet wel waarvoor. Dus ik heb daar geen spijt van. Maar ik merk wel natuurlijk, omdat ik zodanig veel alleen onderweg geweest ben, dat er misschien sociale dingen die op dat moment actueel waren, dat ik nu achteraf merk, heb ik precies nooit gezien, die film of die. Die dingen zijn in te halen. En ik heb zeker op sociaal vlak, ik heb altijd veel vriendinnen gehad. Ik maak daar ook graag tijd voor. Dat is denk ik nooit een probleem geweest. Maar aan elke keuze zijn consequenties verbonden. Dus ik ben eigenlijk blij hoe het allemaal gegaan is. Ja, oké. Dat is heel goed, hè. Nu, de feestdagen komen eraan, Anne-Leen. Wat zijn jouw plannen? Mijn plannen zijn elk jaar weer anders, aangezien ik natuurlijk met nieuwjaar weer in Wenen moet spelen. En ook de dagen daarvoor zijn heel druk. Er zijn altijd ook in de opera balletvoorstellingen gepland. Dus ik speel vanaf de 26e 3 diensten per dag. Diensten klinkt heel erg hoe zeg je dat Nederlands? Onrespectvol, maar zo noemen we het wel in Wenen. Dus ik ben hier net voor de kerst en dan de 26e 's morgens vlieg ik richting Wenen. Dus ik ben nu al hier bij de familie met kerst. Dat is wel heel fijn natuurlijk. Hè? Nu nog eventjes terug naar de opera. Je spreekt dan 3 diensten per dag. Hoe lang duurt dan zo'n dienst en hoeveel uren ben je dan eigenlijk in totaal bezig? Is dat moeilijk te zeggen? Elke opera is natuurlijk anders, maar toch minimum 3 uur, 3,5 uur is een opera en dan een concert is vergelijkbaar. Ja, dat is toch zeer intensief, hè? Zeer intensief, ja. Maar het is nooit hetzelfde elke week. Ik kan nooit zeggen, die maandag ziet er altijd hetzelfde uit. Of ik heb, het is altijd anders. Het maakt het soms ook moeilijk om iets te kunnen plannen, maar het blijft altijd boeiend, want het is nooit hetzelfde. Ja. Nee, ben je nog echt zenuwachtig
voor een concert of voor een opera? Nee, ik heb eigenlijk weinig last van zenuwen, maar ik denk dat ik geluk heb gehad dat ik altijd vanaf jongs af aan heel goed voorbereid was, ook dankzij mijn lerares, die mij goed voorbereidde, maar dat ik altijd positieve ervaringen heb gehad, om dan het vertrouwen te kunnen hebben dat het goed gaat. Dus ik denk dat het voor alles wat er gebeurt heel belangrijk is van altijd een goede voorbereiding te hebben om dan ook zeker te kunnen zijn. Dus in die zin heb ik geluk dat ik niet al te zenuwachtig ben. Ja. Ja. We hebben het al over je verleden gehad, we hebben het over het heden gehad en de toekomst. Hoe ziet die eruit voor Annelien Leenaert? Ik heb geen idee. Natuurlijk, we hebben geen glazen bol, hè? Maar zijn er nog dingen die... Nee, maar ik had bijvoorbeeld nooit kunnen denken dat ik nu in Wenen zou wonen. Ook nooit vooropgesteld. Dus ik kan het echt niet zeggen. Ik heb ook in het begin gezegd, ik ga daar maar 5 jaar blijven en dan zien we wel weer. Ik ben er ondertussen 6 jaar bijna. Ja, en, ja. De tijd, ik weet het niet. Ik blijf open voor nieuwe mogelijkheden. Ik hoop dat alles goed blijft gaan. Dan ben ik al heel tevreden. Voilà, kijk eens aan. Ja. Heel fijn dat je tijd hebt kunnen vrijmaken, Annelien, om vanavond dit gesprekje te doen. Heel graag. En ik wens jou het allerbeste toe. Ja, voor jullie ook. Dank je wel. Dank je wel.